Yo, hallo dames en heren, vet dat jullie weer kijken naar een splitsplinter nieuwe video. Maar vandaag ga ik het over iets anders hebben. Laten we gewoon de intro beginnen. Mensen, leuk dat jullie weer kijken. Zeker weten, de intro is voorbij. Ja, heel veel mensen denken roken, het is slecht. Inderdaad, roken is super slecht. Je moet er gewoon niet aan beginnen. Maar ik moet jullie iets bekennen. Ik rook. Inderdaad, ik rook. En weet je wat het is? Het is niet om stoer te doen. Vroeger toen ik 13 was, toen ging ik dus met vrienden chillen. En ja, een vriend van mij, en die rookte ook. En ik dacht, ja, ik wil ook zo stoer zijn, want ik dacht dat het echt super stoer was. Je moet gewoon dingen uitproberen. En ik dacht, ik heb het gewoon uitgeprobeerd. En deze domme jongen, die is er aan verslaafd geraakt. En ik rook nu gewoon 3 jaar lang. Het is echt niet normaal. Maar jullie zouden denken, Arthur, waarom stop je niet? Het is heel raar. Als je zelf weet dat je rookt, Dan heb je zo'n gevoel van ik wil niet stoppen. Ik wil die, hoe noem je dat? Nicotine of zo binnen hebben. Ik weet niet wat het is. Dus eigenlijk wat ik bij deze video wil zeggen, dat je gewoon nooit moet beginnen aan roken. Want het is super slecht. Zo'n plukje er mag natuurlijk niet, hè? Dat begrijp je natuurlijk wel. En voor de mensen die dachten van, ja, wat rook je dan? Voor de mensen die roken, ik weet niet welke mensen er kijken. Ik weet mijn god niet. Kijk, dit is een Palm Mall pakje. En ja, zou ik oplezen wat erop staat? Misschien is dat wel leuk. Bescherm kinderen, laat hen niet uw rook inademen. Dat moet je zeker niet doen. Nee, zeker niet. Roken is dodelijk. Zeker weten. En waarom ik er nog steeds aan zit, ik weet het niet. Het is super raar. Plaats een leuke reactie wat jullie allemaal vinden van roken. Ik weet zeker dat jullie allemaal reacties gaan plaatsen over, ja, dat is super slecht. Inderdaad, het is ook zo. Dus plaats het allemaal in de reacties. En ja, ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben. En abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie weer later. Doei doei. En dan zie je hier zo een soort van licht. En dan is het klaar, weet je. Dan is het gewoon helemaal klaar.